Ben ik landarbeidster geworden. Ik was 14 en ik heb dat werk ruim 30 jaar gedaan. Hij was fulltime verzetsman geworden, maar af en toe dan kwam hij mij opzoeken. En altijd bij Nieuwe Maan. Want dan was het donker op straat. Dat wat u net hebt gezien zijn scènes uit de voorstelling Zeeuwse Vrouwen. Dat hebben we gemaakt bij theaterproductiehuis Zeelandia in 2009. Fluit ik dan met hun mee? Antwoord jij heel tevreden? En Zeeuwse Vrouwen is naar een boek van Kees Slager, Zeven Zeeuwse Vrouwen. Met z'n beiden, jij en ik alleen. Alles wat intiem was, was taboe. Denk je dat mijn moeder mij ooit iets heeft uitgelegd over het hoe en wat van de seksualiteit? Nooit. Nou, lang hebben we geen verkering gehad, hoor. Want ik wou wel trouwen. Ik was het beu thuis. Maar telkens weer denk ik er komt er één waar ik alleen voor leef. Mijn kinderen moeten missen voor een man? Nooit. Een man. Elke vrouw zoekt geborgenheid bij een man. Maar zie maar eens de hoeien te vinden. En de boer, die liep dan de hele dag achter me te controleren met een stok of er geen puntje van de P in de grond was blijven steken. Als dat zo was, nou dan vloekte die zwart. Hotverdit, hotverdat! Ja, en op een keer kwam hij op het land en toen scheet hij op de P'en. Nou, zo'n vent was dat. Die zou ik vezeltje voor vezeltje uit elkaar willen trekken tot op het bot. Het komend jaar komt Zeeuwse Vrouwen 2. Want het waren 7 Zeeuwse Vrouwen. En in Zeeuwse Vrouwen 1 hebben we 4 verhalen behandeld. En nu komen de volgende 3. We zijn de theatergroep begonnen. Ja. En die heet Links. Maar dan met L, Y en X. Dus van de beestje.